It's party time! Ernest van Loon! Rita Verdonk, goedenavond Rita. Goedenavond. Hoe heb je deze middag beleefd? Ja, fantastisch. 10 jaar bestaan en het zijn langzamerhand allemaal mensen geworden waar ik gewoon van hou. Heerlijk. En de mensen van jou als ik zo kijk, Rita? Nou ja, ik denk het wel. Ik bedoel, veel foto's en veel waardering en nog wel veel van dat ik weer terug moet in de landelijke politiek, maar dat gaat niet meer gebeuren. Nee, want we willen je heel graag hier in Den Haag houden. Dat gaat ook gebeuren. Ik blijf in Den Haag. Is het ondanks alles wat er speelt op dit moment in de media en in de partij, is het nog een beetje vol te houden in de gemeenteraad? Ja, zeker. Het is natuurlijk wel enorme druk die de rechtszaak op ons allemaal legt. Natuurlijk het ergst op Rachid en Richard. Maar ja, op iedereen. We kunnen niet echt voluit nou bezig gaan om oppositie te voeren, te zorgen dat we weer in het college komen. Dat maakt het lastig. Maar je hebt het vandaag gemerkt. Hè, de boodschap van hoop en optimisme, nou die doet het. Waar ben je het meest trots op wat je bereikt hebt in de afgelopen jaren bij Hart voor Den Haag? Nou, ik zit er pas vanaf maart in natuurlijk. Dus waar ik in ieder geval heel scherp op ben, is dat wethouders raadsleden op een normale manier behandelen. Dus niet de arrogantie van de macht, maar wij als raadsleden controleren de wethouders. Wij zijn in feite, zoals het dan heet, de hoogste macht. Maar ja, ik merk er niet zoveel van. Dus om dat voor elkaar te krijgen, daar maak ik constant stappen in. Wat wil je nog het allerliefste op de agenda hebben de aankomende jaren? Armoede, dat is echt een heel groot probleem in Den Haag. Bevolkingsgroei is natuurlijk een heel groot probleem. Woningen, gewoon jongeren die al 10, 15 jaar zitten te wachten op een woning. Ben je nou helemaal gek geworden? Dat moeten we echt gaan oplossen. Wat heb je van de week gedaan? Want je was een beetje gewond, hoorde ik. Ja, ik zei al tegen mijn collega's van Hart voor Den Haag, er is nog meer werk te doen. Heren, want ik ben gestruikeld over een stoeptegel. Dus ik heb nu een paar gekneusde ribben. Dat is wel pijnlijk. Hij is niet zwaar. Wil je me 1 seconde voor me vasthouden? Wat ik dacht namelijk, we kunnen natuurlijk een fluitmand meenemen voor die Dafferdon. Maar misschien lussen een flesje Bernardus ook vanavond als het thuis is. Werkt ook misschien een beetje pijnstillend. Nou, dat vind ik hartstikke lief. Dat is een heel goed idee. En ik ga ervan genieten. En ik ga toosten op vrijspraak en op de stad Den Haag. Rita, dankjewel. Ik maak er nog een hele mooie avond van. Bedankt dat je even hier bij me wilde zijn. Ik hoop je gauw nog een keertje in de toekomst nog een keertje te spreken. Gaan we doen, zeker. Fijne avond, dankjewel. Wat heb je een mooie speech gehouden, joh. Dankjewel. Ja, het was kleine moeite, moet ik zeggen. Uit het hart. Is het nou zo tegenwoordig dat op het moment dat mensen een briefje van jou krijgen, ze zich aangevallen voelen? Of hoor je er tegenwoordig niet meer bij zonder een briefje van Jan? Dat is wel een beetje waar, hè? Ja, als je geen briefje van Jan hebt gekregen, dan ben je wel heel grijs en grauw en saai. En, nee, maar voor zonder dolle. Ik doe echt af en toe mijn best om een positief briefje te schrijven. En ik denk dat hier ook wel positief was, maar dat is natuurlijk op verzoek van Richard dat ik hier ben. Maar het is gewoon kloot in het land. Dus als ik dan elke dag naar onderwerpen zoek... Dan denk ik, ik kan wel doen alsof er een goed nieuwsshow aan de hand is, maar dat is helemaal niet zo. Landelijk niet, internationaal niet, lokaal niet, zoals hier in Den Haag. Dus er is weinig reden tot optimisme helaas. En aan de andere kant, als ik een positief briefje schrijf, is het volgens mij ook lezers. Mensen vreten het wel, moet ik zeggen. Neem je mobiel gewoon lekker mee. En luister en kijk, hoog onderweg, naar Ernest Today.